Goedenavond, dames en heren. Ik ga het hebben over PISA vanavond. Niet de stad in Toscane, maar het Program for International Student Assessment. Dat is een driejaarlijks onderzoek dat gedaan wordt om de leercapaciteit of de leerresultaten te meten van 15-jarigen wat betreft wiskunde, wat betreft lezen en wat betreft wetenschappelijke competenties. En dat wordt georganiseerd door de OECD. De OECD, dat is zeg maar de club van rijke geïndustrialiseerde landen. En Vlaanderen scoort goed in die OESO-testen, die PISA-testen. De beste resultaten voor lezen in 2009 werden neergezet in Korea en in Finland. En de Vlaamse gemeenschap heeft eigenlijk in exequo een gedeelde derde plaats met Canada, Nieuw-Zeeland en Japan. Dus dat is mooi. Ook omdat het dezelfde resultaten zijn voor wiskunde en voor wetenschappelijke kennis. Maar ik vrees dat het goede nieuws daar voorlopig een beetje ophoudt. Want ik moet u ook een aantal andere slides tonen. We zijn niet alleen kampioen wat onze gemiddelde resultaten betreft. We zijn jammer genoeg ook kampioen wat betreft de reproductie van sociale ongelijkheid in ons onderwijssysteem. En ik nodig u uit om even samen met mij te kijken naar de figuur aan de linkerkant van deze slide. Dat zijn de resultaten voor de Vlaamse gemeenschap. En elk bolletje stelt een leerling voor. En op de horizontale as heb je de index voor sociaal-economische positie. Dat is hoe rijk of hoe arm de ouders zijn. En hoe meer aan de linkerkant zo'n bolletje staat, hoe armer een leerling is, of de ouders van een leerling is. En hoe meer het bolletje aan de rechterkant staat, hoe rijker de ouders van die leerling zijn. En de verticale as die geeft de testresultaten weer voor 15-jarigen wat betreft leesvaardigheid. Hoe hoger het bolletje staat, hoe beter de resultaten. En voor de mensen die ooit statistiek hebben gehad, die kunnen daar misschien een regressielijn in herkennen, denkbeeldig in tekenen. Je ziet daar een diagonaal in lopen. Komt er eigenlijk op neer. Hoe rijker je ouders zijn, hoe beter je resultaat op 15-jarige leeftijd op de leestest van PISA. En het is net hetzelfde voor wiskunde als voor wetenschappen. Dat is niet normaal, dames en heren. Dat is niet normaal. Cognitieve capaciteiten die zijn gelijk verdeeld in alle lagen van de samenleving. Dit is een illustratie dat ons onderwijssysteem niet functioneert als een sociale lift, niet meer functioneert als een meritocratie. En in andere landen, zoals Finland, daar ligt die puntenwolk plat. Daar kan ik niet zo heel duidelijk een lijn in trekken. Daar kan ik niet gaan voorspellen, kijkende naar de sociaal-economische thuissituatie van een leerling, wat de neergezette resultaten zullen zijn. De slide aan de rechterkant is trouwens de Franstalige gemeenschap. U ziet dat het probleem daar nog een beetje meer uitgesproken is. Nu diezelfde figuur, maar een kleine aanpassing erin. Het groene bolletjes, dat zijn leerlingen die in het technisch of beroepsonderwijs zitten. Een blauw bolletje, dan zit de leerling in het algemeen secundair onderwijs. En u ziet, als we opschuiven van de linkerkant naar de rechterkant in de figuur, dan komen er steeds meer leerlingen die in het algemeen secundair onderwijs zitten. En het niveau, het bereikte niveau dat neergezet wordt, is ook duidelijk beduidend hoger in het algemeen secundair onderwijs dan in het beroeps- en technisch onderwijs. Nu, dit is al één van de verhalen die mee aanduiden wat er hier aan de hand is in de reproductie van sociale ongelijkheid. In ons land wordt heel vroeg gekozen, op 12, 13-jarige leeftijd, of men in algemeen onderwijs gaat of in technisch of beroepsonderwijs. En vaak doen middenklasse ouders alles wat ze kunnen om hun leerlingen, om hun kinderen in het algemeen secundair onderwijs te steken. En een studie van mijn collega Mieke van Houten van de Universiteit Gent toont aan dat ook anno 2012 leerlingen uit de arbeidersklasse, en zeker als het over allochtone leerlingen gaat, veel vaker beginnen in het technisch en beroepsonderwijs, omdat dit nu eenmaal het soort richtingen is voor ons soort mensen. En u kent allemaal het cascadesysteem, de watervallogica die wij in ons onderwijssysteem hebben. Ben je een sterke leerling, dan begin je in Latijn-Grieks of dan doe je Grieks wiskunde.
Gaat dat wat moeilijker, dan ga je naar moderne talen. Is dat te moeilijk, dan doe je economische wetenschappen of sociale wetenschappen. En zo gaat de afvallingskoers maar verder. Dan kom je in technisch onderwijs terecht, dan kom je in beroepsonderwijs terecht. Waar het niet gaat om een positieve keuze, je studierichting, maar om een negatieve keuze. In een land zoals Finland, waar de keuze pas gemaakt wordt op 15-jarige leeftijd, daar is de keuze om elektricien te worden of loodgieter een positieve keuze. Heeft men ook begrepen dat een goede elektricien en een goede loodgieter makkelijk evenveel of meer kan verdienen dan een universitair docent. In Vlaanderen, in België, heeft men deze redeneerstap niet gemaakt. En zien we dat er een val gecreëerd wordt met een te vroege keuze voor algemeen vormend beroeps- of technisch onderwijs. Nog wat slecht nieuws. We zijn niet alleen kampioen wat betreft reproductie van sociale ongelijkheid. We hebben ook in de geïndustrialiseerde wereld de allergrootste kloof in leerresultaten tussen autochtone leerlingen en allochtone leerlingen. Van heel de geïndustrialiseerde wereld. De cijfers geven aan dat gemiddeld het gaat om pak en beet 2,5 jaar leerachterstand van onze allochtone leerlingen. Dat ligt niet aan die migranten. Want het profiel van de migranten is gelijk aan het profiel van de migranten in onze omliggende landen. Dat ligt aan ons onderwijssysteem, waar het fout loopt, waar we niet in slagen om goed met diversiteit om te gaan en waar we niet in slagen om die sociale ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan, waar de allochtonen in de eerste plaats, maar niet alleen zij, maar zij in de eerste plaats het slachtoffer van zijn. Nu, oké, gemiddelde, dat is één iets. Er komen dan discussies, want ik probeer een pleidooi hier te houden voor een hervorming van het secundair onderwijs om de studiekeuze te verlaten. En dan wordt vaak gezegd, ja, maar ja, die gemiddelde, dat is maar een deel van het verhaal. Je moet ook naar onze toppresteerders kijken. En als we gaan gelijkschakelen, dan gaan die minder kansen krijgen, dan gaat het niveau naar beneden gaan. Wel, laten we daar dan eens naar kijken. In de PISA-tests worden verschillende bereikte niveaus onderscheiden, zogenaamde competentieniveaus. Nu, wat je minimaal verwacht van een 15-jarige, ongeacht wat voor soort opleiding die volgt, is dat men in niveau 2 terechtkomt. Niveau 0 en niveau 1 is echt niet aanvaardbaar voor een 15-jarige. Niveau 2, 3 en 4, dat is wat je wil bereiken. Niveau 5 en 6, dan zit je eigenlijk al op het niveau van universitair onderwijs of niet-universitair hogeschool, niveau wat voor een 15-jarige nog niet nodig is. Nu kijken we even wat, als we een onderscheid maken, wat de resultaten zijn van autochtone leerlingen zonder migratieachtergrond en allochtone leerlingen. Dan hebben we in Vlaanderen voor 2009, even focussen hier van onder op de slide, hebben we bij de autochtonen een dikke 11% die niet dat minimaal niveau haalt op 15-jarige leeftijd. Maar voor onze allochtone leerlingen is het probleem nog veel groter. Meer dan 30% haalt niet het minimaal niveau dat je verwacht op 15 jaar. Nu, daar kan je eigenlijk vergif op innemen dat jammer genoeg die groep, tegen dat ze 18 zijn of 20 en op de arbeidsmarkt terechtkomen, dat ze hoogstwaarschijnlijk geen baan gaan vinden. In de kenniseconomie die we vandaag kennen, zijn er maar een beperkt aantal jobs waar je geen minimaal scholingsniveau voor nodig hebt. Dus dat zijn vogels voor de kat. En we zijn daar met hoe we ons onderwijssysteem niet laten functioneren, de problemen van de komende jaren in sneltreinvaart zelf aan het organiseren. En wat we vandaag ook al zien in een deel van onze grootsteden, is het product van wat er de afgelopen decennia is gebeurd in ons onderwijssysteem. Nu laten we die competentieniveaus even internationaal vergelijken. Het gaat hier om dezelfde gegevens, maar anders weergegeven. Rood is wat je niet wil. Dat is de proportie van leerlingen die niet het minimale niveau op 15-jarige leeftijd hebben bereikt. Die kunnen lezen wat er staat op een blad papier, maar die begrijpen eigenlijk niet wat er staat in de tekst. Die kunnen simpele rekensommen maken, maar eigenlijk een tabel lezen van wanneer de trein te nemen, dat gaat al flink problemen opleveren. Dus je wilt die rode groep zo klein mogelijk hebben. De groene groep, dat zijn de toppresteerders, die op 15 jaar eigenlijk al veel verder zitten dan wat je zou willen verwachten. Nu, de Vlaamse gemeenschap bevindt zich in het midden van deze slide. Daarnaast zien we
Finland. Een land waar men gemiddeld aan de top zit. Herinner u, plaats 2. Waar er minder sociale ongelijkheid is dan in België. Waar er minder achterblijvers zijn, minder rood, dan in Vlaanderen. En minstens evenveel elite-leerlingen geproduceerd worden. Dus het is een fabeltje van te zeggen dat er een keuze moet gemaakt worden tussen excellentie aan de ene kant en gelijke kansen aan de andere kant. Dat kan. En er is een reëel voorbeeld in de wereld. Het is geen droombeeld, het is Finland. Nu, u ziet aan de Franstalige kant zitten we met een groot probleem. En daar wordt vaak als schrikbeeld verwezen naar... Ja, maar gelukkig zitten we nog niet. Met echte ghetto-scholen is de situatie nog niet zo erg als in de Verenigde Staten. Wel, de Verenigde Staten staan hier aan de rechterkant op de slide weergegeven. De Franse gemeenschap ziet u daar in het midden. Oei. Oei. We hebben al een dik serieus probleem in Brussel en aan de Franstalige kant. Goed, er zijn natuurlijk landen waar het nog slechter is. Hè? Chili, Mexico, maar... Goed, dus het is geen valse keuze. Gelijke kansen of topprestaties neerzetten. Nu laat ik naar een ander thema overgaan dat verklaart die verschillen tussen autochtoon en allochtoon en ons probleem van sociale ongelijkheid. Hier zijn de bolletjes geen leerlingen, maar scholen. En opnieuw, hoe meer we aan de linkerkant bevinden op de horizontale as, dan gaat het over scholen waar vooral arbeidersklassekinderen zitten, armere kinderen. Ga je meer naar de rechterkant, dan zitten er rijkere kinderen. Zitten we in het midden, dan is er of een gezonde sociale mix, of gaat het allemaal over middenklasse leerlingen. En u ziet hier ook weer een impact van de schoolsamenstelling, sociaal-economisch gezien, helpt voorspellen wat de resultaten van de school zullen zijn. Dus je hebt eigenlijk in Vlaanderen zwakkere, middelmatige en sterke scholen. En dat hangt ook nog eens samen met het type leerlingen dat zich daar bevindt. In een land als Finland ligt dat plat. Elke school is daar een goede school. Elke school heeft een gelijkaardig resultaat dat neergezet wordt. Wij organiseren ons schoolsysteem zo dat er een extreme vorm van segregatie optreedt. En wat is de impact daarvan? Hier eventjes een klein beetje moeilijke statistiek, maar ik zal niet overdrijven. Multilevel statistiek stelt ons in staat om te berekenen wat is de impact van je individuele thuissituatie en van de schoolsituatie. En ik neem daar een leerling in de Vlaamse gemeenschap, de meest middenklasse leerling die ik mij kan inbeelden, die in de meest gemixte school zit die ik mij kan inbeelden, die zal als vertreksituatie hebben op mijn test een puntenscore van 520. Maak ik die leerling zijn ouders ietsje rijker, dan wint die leerling gemiddeld gezien een dikke 11 punten op de test. Steek ik die leerling in een school waar gemiddeld gezien de schoolpopulatie een beetje rijker is, dezelfde grote orde zoals ik het individu rijker heb gemaakt, dan springt de score omhoog met 100 punten. Dus het maakt veel meer uit in wat voor soort type school je zit, dan uit wat voor soort type gezin je komt. Vandaar ook dat elk ouder het beste voor zijn kind wil en zijn kind in de beste scholen wil inschrijven. En dat is dus de oplossing. Als we allemaal onze kinderen in de beste scholen inschrijven, dan is het succes voor iedereen gegarandeerd. Ja, maar er is een overvraag voor bepaalde type scholen. Hoe werkt die impact van de school? We weten dat een arbeiderskind, als het in een school terechtkomt waar het tussen middenklasse kinderen zit en elite kinderen, mee omhoog getrokken wordt. In andere contexten, waar je kinderen hebt waar een deel van de klas 's ochtends zonder te ontbijten naar school is gekomen, waar het in de straat waar het woont geconfronteerd is met moeilijkheden en dan op school komt, dan laat het daar niet al zijn problemen achter zich aan. Dan is het voor de leerkracht moeilijk om daar een leersituatie te creëren. Dus je kunt je inbeelden dat ze ook mee naar beneden getrokken worden. Dat is wat we het schoolcompositie-effect noemen. Om dat te vermijden, heb je een ingreep van de staat nodig.
heb je sociale mix in alle scholen nodig. Zoals men dat in Finland opnieuw organiseert. Daar kiezen ouders niet naar welke school hun kind gaat. Daar legt de overheid dat op aan de ouders. Nu, een deel van dat schoolcompositie-effect heeft te maken met een ander patroon, namelijk de karakteristieken van de school en het schoolteam. In scholen waar er veel arbeidersklassekinderen zijn en veel migrantenkinderen, wat vaak samenhangt, daar heb je een grote vraag aan jonge leerkrachten. Daar is er een grote turnover. Omdat jonge leerkrachten beginnen daar hun carrière, de helft in Brussel stopt met het beroep binnen de eerste 5 jaar. Als ze blijven in het onderwijs, doen ze daar ervaring op in die moeilijke scholen waar er veel vraag is naar jonge leerkrachten. En vanaf ze kunnen, gaan ze gaan werken in een school dichterbij waar ze wonen. Of wat een makkelijker profiel heeft. En je kan het ze niet kwalijk nemen, want men verdient overal evenveel geld. In scholen met een makkelijker publiek, met minder uitdagingen, met meer middenklasse leerlingen, elite leerlingen, heb je een veel stabieler leerkrachtenteam. Dus wat hebben we eigenlijk? Onze sterkste teams, onze meest ervaren teams, onze meest gemotiveerde teams, vinden wij in die scholen waar hun talenten het minder nodig zijn. Oké, het talent van een leerkracht is in elke school belangrijk en voor elk kind belangrijk. Maar waar de uitdagingen het grootst zijn, daar hebben we altijd maar jonge leerkrachten die opnieuw beginnen en geen mogelijkheid voor een schooldirectie om echt een beleid op lange termijn op te bouwen, waardoor er ook een zeker defaitisme optreedt en men niet langer gelooft van met onderwijs echt het verschil te kunnen maken en men de lat veel te laag gaat leggen. Nu, ik heb het al een paar keer gehad over Finland en ik wil nog wat meer reclame maken, de laatste minuut die mij rest. Ik heb al gezegd, de schoolkeuze, de studiekeuze wordt daar pas op 15-jarige leeftijd gemaakt, niet op 12-jarige leeftijd, wat veel te vroeg is. Daar kan men ontdekken wat zijn competenties zijn en is ook een veel positiever imago van beroeps- en technisch onderwijs. Overal sociale mix in klassen en scholen, gedifferentieerde individuele begeleiding. Leerkrachten zijn vanaf zelfs de kinderverzorgsters zijn allemaal universitair geschoold. En een laatste puntje, misschien ook interessant, denk eens na over hoe wij in Vlaanderen en in België over onderwijs nadenken. Er worden punten gegeven op 10. Ja? Als je 6 op 10 hebt, 5 op 10, dan ben je erdoor. Dus er wordt eigenlijk altijd de nadruk gelegd op de dingen die je niet kan. De 5 punten die je niet bereikt hebt, wat je niet bereikt hebt op 10. In Finland, daar beslist een leerling voor zichzelf, wat wil ik leren de komende week, de komende 14 dagen? En gaat men evalueren of men dat bereikt heeft. Dus gaat men van succesverhaal naar succesverhaal. Ik denk dat het dringend nodig is in België en in Vlaanderen om terug het geloof te herwinnen in de kracht van het onderwijs en een visie te hebben over hoe onderwijs moet dienen om alle kinderen de mogelijkheid te geven om hun talenten te ontplooien. En ik denk dat Finland daar een mooi voorbeeld voor ons kan zijn. Ik dank u voor uw aandacht.